Omdat dat wij ook volledige demontages doen van de wagens en dat wij toch ook moeten rekening houden wat mag er gedemonteerd worden, waar mag je spanning afsluiten. Ja, moet je wel opletten specifiek. Je kan niet zomaar aan een voertuig beginnen zonder dat je weet wat, met wat je bezig bent. En dat, daarom zijn die opleidingen wel interessant ook, zeker en vast voor de voertuigen die enorm aan het veranderen zijn nu, naar die hybrides en allemaal, dat er daar toch wel op gepaste opleidingen voor zijn. Ik moet toch zeggen dat wij toch een 25% toch aan elektrische voertuigen al binnenkrijgen, hybride voertuigen dan wel. Ja. Als een auto binnenkomt, bijvoorbeeld dat voertuig die daar staat, ook, die moet gedemonteerd worden, wat er daar mag van losgekoppeld worden, wat dat er moet rekening gehouden worden. Wij moeten niet specifieke storingen of herstellingen uitvoeren van mankementen. Van, het is gewoon demonteren dat wij moeten doen en terug monteren, maar wel op een juiste en een correcte manier.